Er zijn heel veel accountskantoren, hele grote en ook SRA-kantoren. Wat is nou het verschil tussen die twee en wat maakt het MKB zo leuk? Dat ga ik vandaag navragen hier in Groningen bij Axels. Bedankt dat ik hier vandaag mag zijn bij jullie in Groningen. Welkom. Dankjewel. Willen jullie iets vertellen over het kantoor? Met veel plezier, ja. Je bent de gast bij Axels Accountants met vestigingen in Leeuwarden, Groningen en Zwolle. En SRA-kantoor uiteraard, dat zijn we met veel plezier. Daarmee ook een kwaliteitskantoor. Dat proberen we ook op alle manieren uit te stralen. Open, laagdrempelig, met veel oog en aandacht voor onze klant. En wij bedienen met name de noordelijke markt, daar voelen we ons prettig. Dat is de regio waar we ons goed voelen. En dat doen we met veel plezier. Leuk. En je bent zelf overgestapt van een groot accountskantoor naar Axels. Ja. Kan je wat meer vertellen over de verschillen tussen de verschillende kantoren? Ja, er zijn natuurlijk heel veel overeenkomsten tussen kantoren. Hè, want we doen allemaal hetzelfde werk, min of meer. Er zitten grote verschillen in hoe ga je om met je klanten, maar ook hoe ga je om met je collega's. Sfeer is natuurlijk heel belangrijk in de onderlinge samenwerking. En daar is een kleine kantoor heel overzichtelijk en open en leuk met korte lijnen. Dat zijn hele grote voordelen van kleinere kantoren. En wat vind jij nou het leukste aan werken in het MKB, zoals we dat noemen? Nou, het is met name de hele korte afstand tot je klant. Je bent een soort van huisarts, soms een beetje psycholoog. Naast je rol van controleur, bij wijze van spreken. Dus het gaat verder dan alleen cijfers en jaarrekeningen. Maar je wordt voor een heel breed palet aan vragen wordt je ingezet. En dat is, nou ja, A, ontzettend leuk en ook best wel dankbaar werk. Maar ook super leerzaam. Dat is echt een unieke plek die je hebt binnen het MKB. Leuk om te horen. En kan je ook iets meer vertellen over hoe jouw werkweek er nu uitziet? En misschien met wat verschillen ten opzichte van een groot kantoor? Ja, mijn werkweken, zeker in de drukke periode, bestaan uit veel besprekingen. Het aansturen van de teams die op dat moment aan het werk zijn. Ja, dat kunnen er meerdere tegelijkertijd zijn, hè, bij allerlei verschillende klanten. Veel intern overleg, coaching, hè, review. Onze medewerkers proberen naar een hoger niveau te tillen. Dus heel veel tijd en aandacht die gaat naar de begeleiding van onze medewerkers. En vanuit mijn rol, ik ben zowel partner als extern accountant, de betrokkenheid van extern accountants op dossiers, ja, die vinden wij heel belangrijk. En dat is wel een groot verschil ten opzichte van grotere kantoren. Hè, dus daar merk je wel dat de afstand tot de teams en de klanten wat groter is. En heb je ook nog tips voor mensen die misschien nog een beetje twijfelen bij wat kantoor nou het beste bij ze past? Waar moeten ze op letten? Waar moeten ze naar kijken? Wat is misschien belangrijk om te weten? Ja, nou, tip 1 is stap de accountancy in. Want het is een ongelooflijke leerschool voor de aankomende 30, 40 jaar van je leven. Dus tip 1 is accountancy. En uiteraard in het kantoor wat wij hebben, kan je heel snel grote stappen maken. Als jij je snel en goed ontwikkelt en je laat zien wat je kan en je straalt ambitie uit, dan kan je snel grote stappen maken. In de grote kantoren is dat vaak wat meer uitgeschreven en staat die ontwikkeling wat vast. Dat laten wij veel meer los. Hè? Dus dan gaat het echt om jouw individuele competentie. Wat kan jij en wat kan jij bieden? En wij kunnen net zo snel als jij. Dus als jij snel kan groeien, doen wij met je mee. Super, dankjewel. Graag gedaan. Meer weten over Axels, andere SRA-kantoren of andere onderwerpen binnen accountancy? Ga naar jouwbeeldbaandichtbij.nl, volg ons op LinkedIn en hou natuurlijk de volgende vlog in de gaten.